Welkom bij deze productvideo van Babbage over Ultimate Screen Access, in het kort USA. Ultimate Screen Access is ondersteunende software die mensen met een visuele beperking in staat stelt om informatie op een Windows-computer te verwerken. De computer kan zowel met de muis als volledig met het toetsenbord worden bediend. Doordat USA niet alleen beschikt over vergroting, maar ook over spraakuitvoer en braaien, kan dit pakket uitstekend worden ingezet bij verschillende visusbeperkingen. In zowel werk-, studie- als thuissituaties kan USA gebruikt worden om informatie toegankelijk te maken en de computer te bedienen. USA kenmerkt zich door een snelle opstarttijd, hoge reactiesnelheid en goede stabiliteit. Ver e e 30 de software is licht in gebruik en de computer wordt minimaal belast. USA kan in combinatie met het programma Unicorn gebruikt worden op een serveromgeving, zoals bijvoorbeeld RDP, VDI of Citrix-omgevingen. Binnen USA kun je kiezen uit 40 natuurlijke stemmen in alle gangbare talen, zoals in het Nederlands Claire, Ellen en Xander... En voor de Engelse taal: Daniel, Emily of Serena. Mijn naam is Xander. Mijn naam is Claire. My name is Samantha. Met behulp van sneltoetsen kan eenvoudig van stem worden gewisseld en kunnen instellingen, zoals bijvoorbeeld de spreeksnelheid of volume, worden aangepast. Naast deze instellingen kan het kleurenschema en de vergrotingsfactor makkelijk en snel aan de persoonlijke voorkeuren worden aangepast. Door een hoge reactiesnelheid werkt USA comfortabel in alle situaties. Het programma heeft een overzichtelijk menu waar alle persoonlijke voorkeuren voor vergroting, beeldverbetering, spraak en braille kunnen worden aangepast. Daarnaast kan bijvoorbeeld de Nederlandse handleiding of sneltoetsoverzicht vanuit het menu eenvoudig worden geopend. USA beschikt over alle benodigde standaardfuncties, maar het is ook mogelijk om aanvullende uitbreidingen en functies te installeren. Het menu en de functies zijn volledig te bedienen met sneltoetsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opvragen van de datum en tijd, het inschakelen van focusmarkering of het stoppen van spraak. USA kan bij gebruik van vergroting de letters afronden, waardoor deze minder kordelig worden weergegeven. De vergroting kan worden ingesteld van 1 tot 80. Doordat de vergroting de focus direct volgt, werkt dit niet vertragend. USA beschikt over alle gangbare kleurenschema's, zoals hoog contrast en omgekeerde kleuren. Door de focus- en cursormarkering is het gemakkelijk om de gebeurtenissen op het scherm te volgen. De stempersoon, de snelheid, het volume en de kwaliteit van de stem kunnen snel met de voice rotor worden gewijzigd met eenvoudige sneltoetscombinaties. Volume 100 Toonhoogte 50, snelheid 50, variant Premium. Stem Xander. Stem Claire Nederlands. Stem Samantha Engels. Stem Serena Engels. Ultimate Screen Access werkt met alle modellen braille leesregels. Ook worden alle braille tabellen ondersteund. Zodra een braille leesregel wordt gekoppeld, wordt deze zelfs automatisch herkend. USA werkt samen met Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Internet Explorer. Websites zijn eenvoudig te bezoeken en USA beschikt over uitgebreide functies om gemakkelijk te navigeren op een website. Zo kun je bijvoorbeeld navigeren op koppen, eerder bezochte links, invulvelden en knoppen. Daarnaast kun je zoeken naar een zoekwoord of lijsten op vragen van links of koppen op de website. Met USA is het mogelijk volledig met het toetsenbord op een website te navigeren en alle onderdelen te bedienen. De teksten kunnen worden uitgesproken, worden gelezen in braille of visueel gepresenteerd met beeldverbetering of vergroting. Ultimate Screen Access is een eenvoudig softwarepakket wat met de juiste vaardigheden goed kan worden ingezet in diverse situaties. Het is mogelijk om een demonstratieversie op proef te krijgen, zodat het programma op het werk, studie of thuis kan worden uitgeprobeerd. We kunnen eventueel op locatie vrijblijvend een demonstratie verzorgen en je adviseren welk softwarepakket het beste afgestemd is voor jouw specifieke situatie.